Zo. Hey. En nou opschieten. Kijk dat bloed eruit stromen gewoon. Heerlijk. Weet je wat het is, Bandit? Ik zal je even je melden, ja? Dit heeft je namelijk nu op een plek gestoken dat als je niet binnen nu en een week ja, op zich bij een dokter langs bent gaan die je bloeden weet te stoppen, of je moet het zelf niet weten te stoppen, ja? Bloed je hier heel erg langzaam dood. We gaan nog even naar beneden toe. Dan gepiep van hem, dan gejank van die fucking... Edwin! Hoor je hem nog? Hoor je hem nog? Ja, wat had hij aan het schreeuwen? Maar hoe verder we naar beneden gaan, hoe zachter dat ook gewoon wordt. Kijk, we gaan nog verder hier naartoe. Kijk, je hoort het nu al amper meer. En voor mij als we hier zijn, kijk, hier ga je hem gewoon niet eens... Je hoort helemaal niks meer. Moet je nagaan. Nee, en daarna moet, je dus nog eens een keer met de lift naar beneden gaan. Nou ja, en hier is dus inderdaad die ruimte. Ja, waarom ik hem expres hier naartoe heb gehaald, is de volgende reden. Om hem te intimideren. Kijk, ik heb hem dus gezegd, als je vanaf hier naar beneden flikkert, ben je dood. Ja, denk je wel, als je vanaf boven naar beneden flikkert. Stel, hij breekt een raam of wat dan ook. Hij wil springen, is hij 100% dood. Daarom heb ik expres ben ik hier naartoe gegaan. Weet je wat het is? We kunnen hem denk ik maar gewoon nu beter gewoon naar hem gaan toe gaan. En hem gewoon vertellen van luister. Je gaat dus nou gewoon die fucking coördinaat geven waar die fucking Lumius zit. Mm-hmm. En we gaan hem ook vertellen dat hij gewoon gegijzeld zit. Dat hij geen eten krijgt, wat dan ook. Dus we gaan kijken hoe hij gaat reageren. Ik denk dat... Laten we gewoon lekker weer die kant op gaan. En we gaan eens even kijken, want... Wat moet ik trouwens met dat stomme knuffelbeest doen? Hou die maar even vast anders. Heb je een mes op zak? Nee, heb ik niet. Ik heb wel deze. Nee, hier. Pak deze. Oké? Okay? Ja. Doe die in je één hand en die andere in je andere hand. Oké. Wat jij gewoon zegt. We doen de deur open en dan zeg jij gewoon... Ben het nu naar achter of ik snij Edwin zijn nek eraf. En dan zo wachten, oké? Goed, oké. We lopen nu gewoon naar boven toe en dan voor de deur dan zou hij toch weer lopen te janken of wat dan ook. Oh, je hoort het alweer. Oh, verschrikkelijk. Bandit, hallo? Hallo? We staan hier bij je deur, man. Ja, Edwin. Zodra wij de deur open gaan doen, wat ga je dan doen? Ik wil Edwin knuffelen. Goed, Bandit, luister. Wij doen zo meteen de deur open. Als jij niet naar achter loopt... Dan gebeurt er iets vreselijks met Edwin. Heb je dat begrepen? Nee. Ik wil... Heb je dat begrepen? Zodra ik de deur open doe, loop je naar achter toe. Anders gebeurt er iets vreselijks met Edwin. Dat wil je niet. Nee, dat wil ik niet. Oké, ik doe de deur open, Bandit. Let op wat er gebeurt met Edwin, ja? Oh, maar... Ga je aftellen? Nee. Ik hou. Dylan, het is jouw turn. Doe maar. Hup, naar achter. Edwin. Anders gaat Edwin's nek eraf. Nee. Hup, die kant op. Oké. Ja, daar zo inderdaad. Het is hier toch een mooi uitzicht, hè, Bandit? Kijk, laten we even naar buiten kijken. Kijk dan. Wow. Edwin vindt naar buiten kijken ook heel mooi. Bandit, kijk nu naar buiten. Mag Edwin ook even meekijken? Nee, Edwin mag niet meekijken. Begin anders Dylan met een poot van het beest af te snijden ofzo. Zal ik het even doen? Ja, ik ga al naar buiten kijken. Oh, wat heel goed. Heel mooi. Luister, Bandit, ja? Wat denk je dat er gebeurt met deze hoogte als jij hier naar beneden flikkert? Beam. Dan ben je inderdaad gewoon... Beam dood, zo plat als een dubbeltje. Dus is het verstandig om hier naar beneden te springen? Nee. Blijf je daarom ook met je tengels van deze ramen af? Ja, ze zijn ook schoon, dus dat is niet netjes als je dat doet. Precies, dus jij blijft er gewoon van af, ja. En anders... Sowieso, die Edwin die krijgt sowieso ten eerste niet terug. Goed, Bandit, luister. Waarom niet? Laten we anders beginnen met de staart, Dylan. Laten we die eraf snijden. Niet zijn staart, hij is zo trots op zijn staart. Nou, hou dan gewoon je fucking mond en luister naar wat ik te melden heb, ja? Heb je dat begrepen? Waarom heb je eigenlijk een kerstmuts op? En net heb je het begrepen? Ja. Weet je, gaan ze maar even in die donkere hoek daar staan. Hé, hey, joh, dat is namelijk waar je thuis hoort, in een donkere hoek. Nu lopen. Er is geen licht. Lopen! Oké. Goed zo. Luister, Bandit, luister, ja? Jij zit hier in deze ruimte niet voor niks, want jij bent helemaal geen eens een manager van mijn fucking bedrijf, ja? Dat ben jij niet. Waarom niet? Hou je smoel! Oh. Ja? Jij bent geen manager. Weet je wat jij bent? Jij bent een vieze, vuile verrader. Jij bent het mastermind achter heel die grote operatie van fucking Lumius, ja? Weet je wat we hier aan het doen zijn? Hier, weet je? Hier heb je een boekje. Jij gaat dus nu die echte goede coördinaten geven van de Paleo, waar fucking Lumius is, en zo niet, Bandit. Ben je dood? Want ik weet niet of je nog... Je hebt waarschijnlijk nog niet helemaal door wat hier gaande is. Jij bent hier op dit moment gegijzeld. Jij hebt niemand... In de hoek. Wat in? Ik snij dat beest door, hè? Nee. Blijf staan, schrijf de fucking coördinaten op. Jij bent hier gegijzeld, niemand gaat je horen. Niemand hoort je beneden, niemand gaat je hier zien wat dat betreft. Ja? Je blijft hier achter, je krijgt geen eten, je krijgt geen drinken. Schrijf die fucking coördinaten op, nu. Ik heb lekker nog een paar hamburgers. Bandit? En ik heb nog een flesje water. Schrijf nu die coördinaten op.
Het gaat niet lang meer duren, hè? Ik heb ze vorige keer nog al gegeven aan je. Bandit, ik tel tot 3, dan schrijf jij het eerste stukje van de coördinator, anders heb je een kogel in je. 1, okay. Ja, 2, klaar. Goed zo. En nou doorgaan met de rest. Hier, ik heb het eerste stukje opgeschreven. Dylan, ik denk dat het tijd wordt dat we toch Edwin wat aangenomen. Weet je, anders snijden ze maar zijn neus of zo eraf, weet je wat? Ja, dat is dan... ja. Hij is zo schattig. Hij heeft zo'n schattig. Naar achter! Terug in die hoek! Ga je dan nu die coördinaten schrijven of niet? Ik ga het opschrijven. Niet als zijn neus zitten. Stom, teringbeest. Kan ook op de beest gaan schieten, Dylan. Zo kunnen ze nee. Ja? Schrijf die. Je zou die fucking coördinaten gaan opschrijven, ja? Schrijf ze dan fucking op! Heel rap nou! Fuck! Hey, auw! Wat? Oh, we gaan ook nog lopen janken. Nu ben ik uitgeschoten. Door fucking schrijven. Ja, hier staat nu 3 keer 1, maar dat hoeft er maar eentje te zijn. Dan hou je het maar weg met de achterkant van je fucking pen. Ik word zo moe van hem. Wat gebeurt er eigenlijk hiernaast? Ze zijn allemaal nog leeg mooi. We kunnen hier voorlopig nog van even tegenhouden. Of in ieder geval Gijs zien, want daarboven staat ook helemaal leeg. Kijk, eigenlijk elk gebouw hier bovenin staat zo'n beetje leeg. Dat is in ieder geval wel fijn om te zien. Hoe gaat het hier? Ja, dat duurt lang. Hij zegt niks meer. Ben je nou klaar of wat? Ik moet even mijn best doen om het mooi op te schrijven. Geef Edwin eens. Ja, wil je Edwin hebben? Ja, geef eens. Ja, denk ik, ik ga even uit deze ruimte verwijderen. Nee, ik heb het klaar. Nee, Edwin, die gaat nou even verwijderd worden hier. Nee, ik heb het al. Zo, die is ook weg. Hoppatee. Waar is Edwin? Terug naar achter. Waarom ben je uit die fucking hoek? Wat waar is Edwin? Ik heb werkelijk geen idee waar Edwin is. Hup, kom, geef me die coördinaten hier, kom. Is Edwin even een vis geef de coördinaten, nu. Nee, maar... Nee, ik wil eerst Edwin zien. Je speelt met je eigen leven nu, hè? Dylan? Weet je? Dylan, steek dat mes anders gewoon in zijn bovenarm of zo eventjes. Nee! Ja, zou ik iets doen? Nee. Ja, maar geef dan die coördinaten. Ja, inleveren. Ik heb ze hier. Tjonge, jongen. Dat haal ik sowieso zelf weer weg met dat ik een mis Edwin. Dylan, kijk hier eens naar. Ik weet het niet. Ik denk dat er toch nog wat getallen achter moeten. Dat klopt iets niet. Nee, hè? Dat is niet helemaal... Loop je gewoon hier nou tijd trekken, Bandit? Nee. Ik geef je nog 1 kans, jongen. Je schrijft of nu de goede coördinator op. Of je ziet Edwin nooit meer. Of die zie je voorlopig toch al niet meer, want jij ziet toch nu vergrijzeld. Hup, nu! Oké. Jongen. Ja, opschrijven, hup! Dylan, doe maar gewoon even één keer gewoon een mes in zijn bovenarm. Doe maar gewoon. Oké. Zo! Hey. En nou opschieten! Kijk dat bloed eruit stromen gewoon. Heerlijk. Weet je wat het is, Bandit? Ik zal je even je melden, ja? Dit heeft je namelijk op een plek gestoken dat als je niet binnen nu en een week ja, op zich bij een dokter langs bent gaan die het bloeden weet te stoppen, of je moet het zelf niet weten te stoppen, ja? Bloed je hier heel erg langzaam dood. Edwin, die is dokter geweest. Edwin kan me wel helpen. Weet je, jij neemt het allemaal niet zo serieus, Bennett, hè? Je hebt nu een wond op je arm. Als je niet binnen, dus wat ik zei, binnen een week er iets aan doet, is jouw bloeden weet te stoppen, of een dokter ziet, bloed jij langzaam dood. Maar het doet wel zeer. Het doet wel zeer. Je gaat uiteindelijk helemaal niks meer voelen. Dan ben je gewoon... Dan zit jou gewoon zo helemaal gewoon in een bepaalde zone dat je niet eens meer wat iets van meekrijgt. Edwin kan mij helpen. Mag Edwin mij even helpen, alsjeblieft? Moet je andere bovenarm ook dat 2 keer zo snel gaat, of wat wil je, Bandit? Nee. Dat dacht ik. Schiet dan op met die fucking coördinaten. Ja, ik heb het. Dat duurde even iets langer. Het ziet er inderdaad al een stuk beter uit. Dylan? Kom. Ja, laat zien. Nee, kom. Oké, ja, is goed. Mag ik mee? Dylan? Nee, blijven. Kom. Maar Edwin is daar ook, toch? Op het even weg. Dylan, we gaan naar beneden toe. Laten we nee, laten nee, gewoon lekker nee, achter. Nee, ik wil Edwin hebben. We hopen zo meteen toch niet meer dat gejammer en dat is meteen wel klaar. Nee! We worden helemaal na van hem, echt waar. Ik ga hem dadelijk echt gewoon in elkaar slaan, gewoon. Edwin! Even kijken hoor, nou moet nog een verdieping naar beneden toe. Nou ja, goed, het is in ieder geval lekker rustig hier nu. Goed, laten we eventjes gewoon de winkel inlopen of iets maar. Weet je, ik bedoel, dat kan op zich wel. Ja. Oké, mooi zo. Nou. Ja, die verdomde lift, yes, oké. Ja, direct. Ja. Goed, dus dit is dus in ieder geval zo. Ik heb hier dus nu coördinaten zijn in ieder geval een stuk langer inmiddels al. Te zeggen, kijk hier maar rustig even naar. Ze zijn in ieder geval een stuk langer. Dus ik denk dat dit wel zo'n beetje goed moet zijn inmiddels.
Ja, dit ziet er al een heel stuk beter uit, inderdaad. Wat ik nu boven ga doen is, ik ga even op mijn kantoor, ik even die coördinaten, ik heb daar zo'n map liggen, zeg maar, op de tafel, weet je wel. Ik ga even kijken wat gratis vaak uiteindelijk uitgekomen, of ik in ieder geval goed uit ga komen. Je hebt trouwens je mes ook nog. Ja, dankjewel. Waar ik aan zit te denken is dat jij misschien hier als beveiliging even in het tussenstukje blijft staan nu. Je hebt nog geen RVE weten te regelen. Dat jij in ieder geval daar nu rustig gaat staan. Gaat kijken of er, weet ik niet, misschien klopt er iemand aan de deur of hoor je iets wat dan ook. Kom dan naar me toe. Ik ben gewoon hier boven in mijn gebouw. Mm-hmm. En dan gaan we even kijken hoe wat allemaal, ja? Ja, dan ga ik eens even kijken naar die coördinaten. Dus ik doe even hier de deur open. Dan moet je eerst even nu zelf hier dan de wacht houden. En dan, Ja, ik heb een mobiel bij me, dus dat komt goed. Ik probeer wel wat mensen te bereiken. En dan, die dan van je eventueel kunnen overnemen. Ja, precies. En dan ga ik even nu boven daar bij die map dan kijken wat allemaal, waar ik überhaupt uitgekomen. Misschien kom ik gewoon uit in Atlanta of iets en dan weten we weer genoeg. Dus we houden nog even daar gegijzeld. Maar we moeten dus wel rekening houden. Het is namelijk echt zo. Houd het niet langer dan een week vol met die verwondingen. Maar dat weet jij zelf ook wel. Ja, dat weet ik zelf ook. Dus, zal ik deze deur open of dicht laten? Doe maar dicht voor de zekerheid. Dat is goed, oké. Goed, dan ga ik nu lekker zo naar mijn kamer toe. Dan ga ik daar zo meteen eens even die coördinaten bekijken hoe wat allemaal. Of ze überhaupt kloppen wat hij nu heeft gegeven. Want zo niet, ja, dan kunnen we natuurlijk altijd nog wat eraan gaan doen. Hij zit in ieder geval in het gebouw nu. Niemand hoort hem. Hij heeft wel levensbedreigingen, ja, bedreigende verwondingen wat dat betreft. Dus hij moet snel handelen. En zo niet, is men het dood.